zondag, de wekker gaat, hier heb ik op gewacht. Het allerleukste uur breekt aan, de tv mag super hard. We gaan op avontuur, ga je mee, het is voor iedereen. We gaan ontdekken hoe geliefd we zijn, kom je mee. Het zijn je allerbeste vrienden, always happy. Kijk ze eens gek doen, always happy. Dit is het voor iedereen, ook voor jou, dus doe maar mee. Het zijn je vrienden, always happy. Kom je spelen, doe een dansje, eet een frikandel. En als ze zeggen dat is gek, dan doen wij het juist wel. We gaan op avontuur, ga je mee, het is voor iedereen. We gaan ontdekken hoe geliefd we zijn, kom je mee. We zijn je allerbeste vrienden, always happy. Kijk ze eens gek doen, always happy. Dit is het voor iedereen, ook voor jou, dus doe maar mee. We zijn je vrienden. Voel je klaar? Ga je met ons mee? Achter Jezus aan, dan ben je nooit alleen. We gaan op avontuur, ga je mee? Het is voor iedereen. We gaan ontdekken hoe geliefd we zijn. Zo, ik wees nog even hier neer. Nou, we zijn helemaal klaar, Orly. Oh, dit wordt echt het leukste feestje ooit voor Tante Beppie. Nou, echt wel. Oh, ik heb er zoveel zin in. Hey, ik ook. Kids en Orly. Oh. Hoi, kids. Hoi. Wij hebben zometeen een surprise kraamfeestje voor Tante Beppie. Ja, want bij Tante Beppie is een babytje geboren. En ze is zo lief en zo schattig en zo poepig. En ik had gelijk, het is een meisje. En ze heet Joy. Joy to the world, want Joy is geboren. Weet je trouwens, Sophie, dat Joy blijdschap betekent in het Nederlands? Oh ja? Oh, nou, die naam past echt heel goed bij haar. Oh, ik word altijd zo blij als ik haar zie. En dan willen en met een knuffel en... Oh, ze is zo lief, zo schattig en zo poepig, Orly. Echt, hè? Hoe lang duurt het nog voordat het feestje begint? Ah, al bijna. Snel, we moeten even stoppen voor Tante Beppie. Maar waar moeten we dan voor stoppen, Orly? Hier. Snel, achter de tafel. Oké. Okay. Oké. Okay. Kids, zien jullie ons nog? Oh, ja, anders doen. Verstop lekker, verstop lekker. Daar, met de kind. Kids, oké. En nu? Ja! Of nog? Oh. Ik ga wel in de tent. Ga je achter de bank? Oké, goed idee. Oké. Okay. Even kijken. Dan doe ik het huisje dicht. Tentje dicht. Zo. En nu, kids, zien jullie ons nu nog? Ga je mee op reis?
Nee, we moeten nog eventjes wachten. Olé. Ja. Als ze dan er straks aankomt, dan roep ik heel hard... Surprise! Ja, niet nu al, want zometeen hoort ze je. Zachtjes. Oh. Surprise. Dat is Engels. Dat betekent verrassing. Dat heb ik op school geleerd. Want we geven een verrassingskraamfeestje voor tante Peppy en voor baby Joy. Oh ja, surprise. Oh ja, oh ja. Hey kids, jullie moeten ons zo meteen ook helpen. Want tante Peppy komt zo meteen met Joy. En dan roepen we dus met z'n allen heel hard... Surprise! Verrassing! Maar nu snel verstoppen, want zo meteen ziet ze je. Snel verstoppen, snel verstoppen. Sophie, daar komt ze aan, daar komt ze aan. Olly? Sophie? Surprise! Het verrassingsfeestje? Ja. Ja! Voor mij? Ja! We hebben een verrassings-surprise-crowdfeestje speciaal voor jou en Joy! Oh, wat leuk! Leuk, hè? Oh, we hebben een hele mooie ballon ook voor Joy. Ja. Dat is de allergrootste. Kijk eens. Ja. Oh, ze liggen lekker te slapen. Oh, wat is ze lief. Ben je blij dat Joy er is? Je hebt echt heel lang moeten wachten, hè? Oh ja, ik ben zo blij dat ik nu heerlijk met ze kan knuffelen. Ik hou zoveel van mijn schatje. Wat eten baby's eigenlijk? Nou, die drinken melk. Eeuw, melk! Geef mij maar frikandellen. Olly. Hey, maar ik vind het echt lief dat jullie dit gewoon hebben georganiseerd. Ik vind het zo leuk. Maar dankjewel, Olly en Sophie. Alsjeblieft. Helpt Joy ook wel eens? Ja, jawel. Ze helpt als ze bijvoorbeeld wil eten of als ze in de luier heeft gepoept. Oh. Eeuw, poepen baby's in luiers. Dat is echt vies met al die poep. Moet jij zeggen, Olly, als jouw scheetje stinkt ook echt heel erg. Hey, komen er nog meer mensen? Ja, er komt nog iemand op jouw feestje. Ja, superleuk. Hoi! Hey, hallo! Hallo, Opa Tom! Is het feestje al begonnen? We hebben speciaal op jou gewacht, ja! Kijk! Oh, hey, pa! Hey, lieverd! Hey, doe jij lachen, Opa Tom? Hallo, doe jij lachen? Ja! Ja! Oh, wat een lekker poppie, hè? Opa Tom en tante Peppy, willen jullie beschuit met muisjes? Oh, nou, lekker! Ja? Dat lust ik wel. Met opa Ton, ik had nog een vraagje. Want vorige keer vertelde je toch aan ons dat de Heer Jezus is natuurlijk geboren... om alles weer goed te maken. En zodat wij alles weer goed te maken wat verkeerd was op de wereld. Maar ook dat wij de Heer God weer beter leren kennen, toch? Ja, dat klopt. Alleen, ik vroeg me af, waarom ben ik dan eigenlijk geboren? Want ik kan toch helemaal niet doen wat de Heer Jezus heeft gedaan? Nee, dat klopt. Maar wij kunnen de Heer Jezus wel helpen. Huh? Helpen? Ja. Ja. Hoe dan? Ja, want je bent geboren gewoon om jezelf te zijn. Ja. God heeft je gemaakt met je eigen talenten. En daarmee kunnen we de Gods liefde aan anderen laten zien. Ja. Oh, maar dat kan ik natuurlijk doen door te zingen en te dansen van de Heere God. Ja! De Heere God. Oh, en ik bijvoorbeeld door grappen te maken om anderen aan het lachen te maken. Olly! En jij, opa, door bijvoorbeeld hele mooie verhalen te vertellen. Ja, dat klopt. En jij, tante Peppy, door een hele mooie schilderij te maken. Ja, inderdaad, Sophie. En weet je, als je gelooft in God, dan mag je zijn liefde ook doorgeven. Want zijn liefde is voor iedereen. Gewoon, zoals je bent. Zoals bijvoorbeeld je buurmeisje of je voetbalvriendje laten voelen dat God van hen of haar houdt. Ja. En weet je wat nou zo mooi is? We vieren dus nu eigenlijk het kraamfeestje met kerst van de Heer Jezus. Oh. Dat is leuk, hè? En dan versieren we ons huis ook altijd. Waarmee versieren we ons huis? Dat weet ik. Met heel veel lampjes. Ja. En weet je, en van licht word je zo blij. En Jezus is ook een licht voor iedereen, voor de hele wereld. Hij schijnt altijd. En wij mogen ook een licht voor iedereen zijn. Zodat iedereen blij kan worden omdat wij vertellen over hoeveel Jezus van ons houdt. Ja. Wat is er gebeurd? Ik ben bang in het donker. Oh nee! Sophie,
Evelie! Ik ben het. Kijk eens, ik wil wel een lichtje voor jou zijn. En je hoeft niet bang te zijn in het donker, want Jezus die zorgt voor jou. Kijk eens. Ah, wat lief. Oh, dankjewel. Dat is grappig. Doordat jij nu een lichtje bent, kan ik jou heel goed zien. Dus als wij Gods lichtje zijn, kunnen andere mensen door ons heen Gods liefde zien. Precies. Ja, precies. Oh. Laat je licht maar schijnen. Waar geen licht meer is. Waar geen licht meer is. Laat je licht maar schijnen. Laat je licht maar schijnen. In de duisternis. In de duisternis. Laat je licht maar schijnen. Laat je licht maar schijnen. Waar geen licht meer is. Waar geen licht meer is. Want je bent het licht. Bijzonder, hè, Sophie, dat ik dus geboren ben op deze wereld om dus een lichtje te zijn voor de Heere God. Nou, inderdaad. Oh, ik heb een heel goed idee. Zullen we deze lichtjes in het huis hangen en dan doen we zo, op, en dan hebben we één groot lichtjesfeest voor de Heer Jezus. Ik denk dat ik dat echt superleuk zou vinden. Laten we dat doen. Ja. Oh, en kids, misschien heb je thuis ook wel heel veel lampjes. Hang die dan ook op door je hele huis. Ja, één groot lichtjesfeest. Hey kids, we wensen jullie een heel mooi kerstfeest toe met heel veel mooie lichtjes. Precies. Zie je snel weer. Doei, doei kids. Doei. Oké, kom. Soms voel ik me verdrietig en weet ik niet waarom. Ik vind het niet leuk dat ik me zo voel. En er met iemand over praten vind ik stom. Maar ik mag het altijd tegen u zeggen. U zal het echt niet doorvertellen. Ik zeg het wel vanavond, dan fluister ik het zacht. Het is een fijn gevoel dat u mij snapt. Dan bent u net een lichtje in mijn hart. Soms vind ik het zo moeilijk om niet
dan doe ik het toch, al wil ik het niet. En ik schaam me zo dat ik erover lieg. Maar ik mag het altijd tegen u zeggen. U zal het echt niet doorvertellen. Ik zeg het wel vanavond, dan fluister ik het zacht. Het is een fijn gevoel dat u mij snapt. Mijn hart.